Thomas Aujan, 2-2 tegen Rode JC. Dat zijn dure punten, zoals dat heet. Ja, zeker. Dat had zeker niet gehoeven dit. We hadden veel beter, veel meer kansen gehad. Dan is 2-2 erg zuur. Ja, zeker. Voor rust had je echt afstand moeten nemen. Ja, we hebben genoeg mogelijkheden gehad. We speelden goed. Helaas staat het in de rust dan nog 2-1. Dan weet je dat Roda er nog in gelooft. En helaas is dat nog in 2-2 uitgekomen. Ja, eigenlijk in voorgaande wedstrijden een beetje hetzelfde beeld. Hè? Toen creëerde je ook zoveel kansen en ook eigenlijk te weinig doelpunten gemaakt. Ja, precies. Ja, het is lastig uit te leggen waarom dan niet. Misschien een bepaalde scherpte of zo. Ja, ik weet het niet. We creëren in ieder geval goed die kans en dat komt vanzelf al, denk ik. Je staat zelf aan de basis van de 1-0, want ja, er lag weer veel ruimte aan de linkerkant, maar ook aan de rechterkant. Je kon lekker doorkomen. Ja, precies. Ja, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Lekker eroverheen. Daar doe ik het voor. Als hij dan goed valt, ja, dat is heel lekker. Ja. Bijna zelfs nog gescoord. Ja, precies. Ja, maar ja, die komt wel. Ja, is dat lastig dan met het andere been? Ja, dat blijkbaar wel. Ja. Maar dat was wel links. In de tweede helft komt er een fase dat je wel ziet dat Roda kansen gaat krijgen. Heb je dat in het veld ook, dat je denkt van het is aan het kantelen? Ja, goed, dat merk je wel, dat het even wat minder gaat. Ja, dan moeten we zorgen dat we gewoon alsnog verdedigend gewoon goed staan. En uiteindelijk viel die organisatie een beetje weg. Ja, dat mag ook weer niet gebeuren. Dan zie je dat zij ook gewoon kansen kunnen creëren. En kunnen scoren? Helaas wel, ja. Is het nou gewoon een lastige tegenstander voor jullie? Wat is het? Nou ja, in de eerste helft eigenlijk niet. Daarna gaan ze wat anders spelen, waardoor we het gewoon moeilijk kregen. Maar uiteindelijk blijkt dat het een lastige tegenstander is, anders had je wel gewonnen.